was voor mij de coureur. Volgens mij de beste. De sterkste mans die ik ooit gekend heb. Hierna bewijzen dat hem kon winnen. En dat is historisch. En dat hem zeker driemaal sterker was als zijn tegenstrevers. Dat moet een hele goede kruier geweest hebben. Drie met volle vijf aan vertellen. Ja, wel, dat is een hele goede kruier geweest die ze aan het taart. En ik zou ook wel willen dat ik ze ver kon brengen. In de Ronde van Vlaanderen van 2003 maakt Peter van Petegem duidelijk dat Johan Museeuw stilaan verleden tijd is. Rivaal met dienst is Frank van den Broeke en die maakt een stevige comeback. Een prachtige tweestrijd tussen van Petegem en van den Broeke. Van Petegem verdappert, van den Broeke die meegaat. Is de van den Broeke van toen, 2003, voor jou de ideale partner? Het was denk ik voor heel België een grote verrassing dat Frank er was. Ik denk niet dat niemand dat had geloofd. En Frank was een ideale, was anti-alles. In feite aan alles zijn voeten en hij reed gewoon om te tonen dat hij terug was. Maar mocht hij rijden van Lefevre? Ik denk dat hij niet mocht rijden. Hoe heb je hem dan overtuigd? Met weinig woorden. Hij was zo gelukkig dat hij zo vooraan zat. Het wonderkind van Weleer. Hij staat er weer, Frank van den Broeke. Heel wieler Vlaanderen zag Frank weer rijden. VDB is God. Ik zeg Frank, dat is de kans van uw leven. Zijn jullie een bedrag overeengekomen? De winnaar betaalt? Ik heb niet over het bedrag, maar Frank wou toen weer rijden voor te winnen. Lijkt dat hij oren had naar meneer Lefevre, had hij ook wel oren naar Van Petegem. Het gaat snel hoor, het gaat verschrikkelijk snel op de Bosberg. De laatste helling. En wat doet Van den Broeke? Van den Broeke achter het wiel van Van Petegem uit. Oh la 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 la. Hij probeert het op de Bosberg. Maar het is dat ik heb niet zoveel over hel moeten spreken, want hij dacht dat hij ging winnen. Hè? Je countert makkelijk. Het was voor mij een onverwachte demarrage. Die heel veel pijn deed, maar ik ben bovengekomen en ik heb toen naast hem gereden en gezegd, gewoon uit lef van, je moet een betere papieren hebben. Je bent dus even gaan bluffen. Ja, misschien met polsslag 200, maar toch. Van Petegem en Van den Broeke vinden elkaar en houden stand tot Ninove. Maar daar blijkt al snel dat Van den Broeke in de sprint geen partij is. S'avonds in het 7 uur journaal gaan we rechtstreeks. En ik herinner jou aan je uitspraak in de winter. Hoe klonk die weer? Parijs-Roubaix. Ik win Parijs-Roubaix. Het is van 77 geleden dat Roger de Vlaming de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in hetzelfde jaar won, in de volksmond de dubbel. Van Petegem wil hem dat nadoen, maar moet eerst nog bij Pieri en Jekimov geraken. Ik wou op de Carrefour mijn moment meemaken. Een moment van, zoals Johan er vele gehad heeft, tussen de Haag mensen, maar ook met de gedachte van, van al die jaren daarvoor. Echt van. De frustratie uit je lijf, allemaal. Weg met de Roubaix-ellende. Ja. En gewoon. Daar rijden ze en ik rijd er naartoe. En op en over. Van Petegem is nu bij Pieri. Dat is dat lastige stuk. En ze moeten rijden, hè. Ze moeten toch rijden. Niet kijken naar elkaar. Pieri. Ik heb niet kunnen knipogen, maar. Gewoon, ja. En Van Petegem moet verdorie alles uit de kast halen om bij Jekimov te komen, maar hij doet het. Hij doet het. En dan zat ik te denken, wat moet je doen? Rijd ik met hun naar de piste of
of probeer ik hem nog te verschalken. Maar de Pierre was zo op mijn wiel. Ik kwam er niet meer uit. Peter van Petegem, jij hebt een afspraak met de legende. De dubbel, een historische dubbel. Hij blijft hoog. Gaat iedereen opvangen en moet nu duiken. Daar gaat Jekimov. Heeft zich een klein beetje laten verrassen, maar anticipeert voortreffelijk. En komt nu uit de bocht. Het wordt een sprint tussen van Petegem en Pierre. Van Petegem en Wint Parijs-Roubaix. Voilà. Die dubbel, dat was 26 jaar na de Vlaming. Was je daar toen mee bezig? Nee. Ik wist zelfs niet dat... Allee, op die moment wist ik zelfs niet dat het zo lang geleden was. Voor mij, die overwinning was zo... Zo mooi, zo enorm. Is dat de strafste week van je 16-jarige profcarrière geweest? Ik denk van wel, hè. De eerste keer winnen, de Ronde van Vlaanderen... Allee, uw leven verandert heel veel. Overal waar je komt, iedereen kent u. Maar die dubbel was, ja. Dat is, ja. Hij is eigenlijk een god, hè. In 2005 heeft de 24-jarige Tom Boonen in Vlaanderen al een sterrenstatus. Maar een grote klassieker kon hij nog niet winnen. Hier, op deze haast sacrale plaats, ging Edwig van Ooijdonk in 1981. En hier gaat Klier. Je reageert op de Bosberg op een impuls van Klier. Ik ga zelf door nog. Ik had ook wel gezien dat die mannen allemaal onder een hoedje gingen spelen. Balaan was er nog bij met Petito. We waren twee kameraden, dan had ik Sabel en Klier, twee ploegmaat, en dan van Petegem, de beste maat van Klier. Schrik van Sabel? Nee, maar ik wist dat geklopt ging zijn als ik er ging bijblijven. Die gingen mij niet kloppen in de sprint, maar ze gingen wel met mij wegrijden. Ze gingen om beurt te mareren totdat ik niet meer kon. Dus voor mij was het zaak van zo snel mogelijk weg te zijn. Petito vorig jaar 19e. Kijk, hij gaat. Kijk. En wie gaat er reageren? En nu? Het is dat wat ik wil zeggen. Dus. Tom Boonen doet dat. De mannen waren aan het demareren voor mij eraf te krijgen. Ook voor Zabel eraf te krijgen waarschijnlijk, maar ook vooral voor mij toen op die moment. En op een bepaald moment was het echt een paar keer dat het hard gegaan had. Dus iedereen zat een beetje op zijn tandvlees. Van Petegem nog eens door. En dat gaat Van Petegem. Is goed gezien. Van Petegem ook weer op zo'n onmogelijk moment waarbij iedereen denkt, nee, dat gaat niet. Ik ga en Boonen reageert. De twee beste. De twee beste van de wedstrijd. En Boonen die trekt door. Hoe sterk is Tom Boonen? Boonen trekt gewoon door. Geen demarrage. Tom Boonen neemt 10 meter. Niet meer omkijken. Tom, dit is jouw moment. Klier neemt niet over van Van Petegem. En ik reageer zo van, jammer. Zit er nog een, hè, Zabel. Zo gaat het niet, hè. En het valt een paar seconden stil en de koers is gedaan. Boonen als een stoomtrein, een tornado, een express. Mijn sterkste punt is, denk ik, ik kan enorm versnellen uit mijn zaal uit. Maar soms komen die mannen echt iets aan het sprinten achter mij en ik heb mijn gat niet op. En daarom denk ik dat op tv lijkt dat soms van, oh, wat gebeurt er? Die mannen komen er niet bij, maar ik versnel ik gewoon uit mijn zaal uit. En dat is geestelijk ook verschrikkelijk, hè. Want die mannen die zijn aan het sprinten voor terug te komen en die zien mij gewoon in mijn zaal 20 meter verder wegrijden. En dan breken die, simpel is het. En je weet dat ook, dat zij eerder zullen breken dan jij? Op die momenten moet je dat denken, hè. Ik heb soms voorop gereden dat ik denk van, ja, wie hangt er nou achter mij? Die. Wow, die zijn al drie slechter dan mij, dus ik blijf erop. En dan kom ik ook niet, dan komen die niet terug. Maar Boonen houdt vol. Boonen houdt vol, inderdaad. En Van Petegem wacht op Klier. Je ziet hem een paar minuten op 120 meter voor je uitrijden. Ja, en er was geen reactie. Iedereen keek gewoon naar mij. En had jij het nog in petto om er naartoe te rijden? Ik wou demareren, maar ja, als ik toen demareer, wisten ze, ja, we moeten zeker mee zijn. Hij is weg, jongens. Hij is weg. Hij heeft 8 seconden. Ze gaan daar in de Kempen in Balen knettergek worden. Je rijdt alleen naar Meerbeke. Wat gaat er in je om? Ongeloof of? Het schoonste moment was als we daar, komt er belasten met een grote baan gereden en een stukje omhoog valt plat voordat je eigenlijk de zonking gaf, dat je die rechts en dan stonden mijn ouders stonden daar, maar ik wist dat niet. Maar ik had echt nog niet nodig, ik was gewoon aan het geven en ik zeg, 3 kilometer, ik wist al dat het kort bij ging zijn. En dat was het eerste moment dat ik besefte van, shit jongen, ik ben hier wel de Ronde van Vlaanderen aan het winnen. En toen zie ik mijn ouders staan, ja, die stonden op te springen. Je moet denken, je bent daar niet constant mee bezig, hè. Je bent de koers aan het winnen, maar je beseft niet wat je aan het doen bent, voor welke koers of waar of hoe.
Het is gewoon op die moment alles geven. Als je in de armen van de warmste omhelzer ter wereld valt, Dirk Nachtegaal, huil je. Ik heb niet echt gehuild, maar dat is... Op die moment zou ik het liefst gewoon er alleen staan. Over die meterij en geen volk. Maar dat gaat niet. Dus dat is een drukte en iedereen wil toe zien en trekt dan nu en naar alle kanten. Maar eigenlijk zou dat een moment moeten zijn dat je voor jezelf kunt hebben. Wat zou je daar in godsnaam alleen staan doen? Een minuutje of twee, dat hoeft niet veel te zijn. Even eens nadenken wat er juist gebeurd is, want die tijd krijg je niet. Hè. Je moet direct op alles een antwoord hebben. Hè. Kan je kort uitleggen wat deze overwinning voor jou betekent? Ik weet het nog niet goed. Ik weet het echt nog niet goed. Weet je het nu? Ja, achteraf bekeken is dat een beetje de kantering geweest. Hè. De week nadien ben ik ook nog eens erbij. Word dat jaar nog wereldkampioen. Als ik niet val naartoe, heb ik het in mijn eerste groen al. Dus dat had echt wel een van de beste jaren ooit kunnen geweest zijn, denk ik, van een jongen van 24 was ik toen. Dat was al een van de beste jaren ooit van de jongen van 24. Maar op die moment zelf, je denkt er niet bij na. Dat gebeurt gewoon. En we hebben daar achteraf gekeken en we hebben maar één fout gemaakt. Dat is al veel te weinig van genoten. Dat was allemaal normaal. En de week nadien ben ik er ook bij. En goh, wat ga ik nou zijn? Volgend jaar wil ik best nog leuk. Maar dat is niet. Hè. Zo werkt het niet. Hè. En veel te weinig aandacht aan besteed. Van, kijk jongens, iedereen goed gewerkt. En dat was allemaal dat up en opnieuw en opnieuw en opnieuw. En dat is de enige fout die we gemaakt hebben. Ben je op je waarde verslagen die dag? Ik zat waar ik moest zitten. En de coming man bonen ging er mij niet afrijden. Dat jaar nog niet. Maar ik had heel graag geklopt geweest in de sprint tegen bonen. Was ik geklopt op mijn waarde, geen probleem. Oh, ze liggen er weer. Daar gaan er daar een stuk of 15, 20 tegen de grond. En het is inderdaad van Petegem, hè? Jawel. Ook in Parijs-Roubaix van 2005 zal van Petegem niet op zijn waarde verslagen worden. Na een val slaagt hij er niet in terug te komen en geeft op. Alle hoop is nu gevestigd op Tom Boone. Hij zit in een kopgroep van vijf. Wat verder wachten de Belgische supporters op de doorkomst van hun held. Jullie trekken met de kopgroep naar Bonenland. Weet je wat ik bedoel? Carrefour de Larbre. Daar staan je grootouders, weet je dat? Ja, die stonden er alle jaren, dus ik wist het. Carrefour de Larbre, de zone van de waarheid. Straks als deze zone erop zit, vrijwel onmiddellijk na een stukje van 300-400 meter asfalt naar een volgende zone. Carrefour de Larbre is gewoon de lastigste strook in de finale. En daarom ook dat zij er gaan staan. En daarom ook, zij gaan er staan, maar ze er altijd koers zien. En dat is gewoon de strook waar meestal de beslissing op valt. Bonen met een versnelling. Bonen die nu doorgaat. Daar gaat Tom Bonen. Baxter probeert toch nog terug te komen. Ze zijn nu aan het huis van Larbre de Dommel. Het is geweldig als je door een grootvader van zijn. En je hebt hem honderden keren op mijn schoot gehad. Je hebt hem... Het dikke voor is een pap. Hè. De pap zo gezegd, is naar mond gegeven. Hij heeft er nog twee aan het wiel hangen. De beer van Balen. Zie je ze? Nee, niet gezien. Je gaat daar doortrekken? Ja, waarom? Omdat Baxter aan het lossen was. De meeste mensen denken altijd dat er veel meer achter zit. Maar soms is dat gewoon een tactiek van de koers. Hè. Toen dat hem hier passeerde, wat dacht je toen? Dat ik mijn hart kwijt was. Het vloog eruit. Handelwijd. Dat duurt minstens 3 dagen dat ik dat verwerkt heb. Hè. Dat ik terug met mijn 2 voeten op de grond sta. Hè. Even de puntjes op de i zetten en ervoor zorgen dat Baxter niet meer terugkomt. Ga er maar vanuit dat hij met de benen zit van de Ronde van Vlaanderen. Tom Boone. En dat hij straks zal springen op alles wat beweegt. En weet je wat het mooie is? Met zo'n kerel, hè. Ben je gerust voor 10 jaar? Ik mag het hopen. Fletcher die is al heel blij nu dat hij op het podium gaat staan. Onmiddellijk naar de kop.
na de strook. En kijk eens wat een patat dat is voor Bakstedt. Je raakt weg met Fletcher en Hinkepie. En Dirk de Mol, die jou natuurlijk ook door en door kent, die komt met de volgauto naast jullie drie rijden om Hinkepie nog wat moed toe te spreken. Hij laat zich weer uitzakken. Weet jij wat hij dan doet? Nee. Hij telefoneert naar Johan Braneel. Ja, ik heb er echt iets van gehoord. En? Ja, dat voor de tweede plek was. Ik heb hem gepinkt nog zelfs. Hij zei, maak je geen illusies, aan Bonen zal niks te doen zijn vandaag. Tom, ligt hier al jouw afspraak met de geschiedenis op 24-jarige leeftijd? Dit mag niet meer misgaan, dit moet jouw moment zijn. Een week na de Ronde van Vlaanderen hoor je nu het belgeluid, de fotografen in de aanslag en Bonen klaar om zijn tweede grote zege op één week te plukken. Doe het, Tom, doe het. Tom, ik zou nu versnellen mocht ik jou zijn. En hij doet dat. Dat gaat nog altijd uitsteken. Hij gaat nu aan. Hij duikt binnendoor. En gaat Tom Boonen hier uit de laatste bocht. Taalt zijn winnaar van Parijs-Roubaix de Bosch. Kijk komen. Tom Boonen kan nog versnellen. En kan hij Hinkepie afhouden. Tom Boonen gaat Parijs-Roubaix winnen. Tom Boonen wint Parijs-Roubaix. Halleluja! Voor de dubbel. Na de Ronde van Vlaanderen. Ook Parijs-Roubaix is onwaarschijnlijk. De laatste kilometers heb je niet naar tv gekeken, heb ik gezien. Ja, nee, dat durf ik niet, dat durf ik niet. Gewoon, ik kan dat... Dat stijgt mijn bloeddruk, hè, denk ik. Hè. Dat gaat niet meer. Hé, hey, wat nu? Een nieuwe paus. Hoe gek gaan we nu worden? Een nieuwe god. En kan je nu nog kritiek uiten? Te populair, dat is het enige wat je nog gaat kunnen zeggen als doorwinter de kritiekaster. Het moet bijzonder hard aankomen voor jou om op te moeten geven zonder dat je je kansen 100% hebt kunnen verdedigen. Dat is Parijs erbij. Hè? Je berust heel snel. Ja, ik weet het, maar ja. Je komt dan na afloop hier in Balen voor het feest. Die ontvangst is overweldigend. Hè? In die massa komt er een klein vrouwtje met haar haar in een dot naar jou. En die zegt jou iets fantastisch. Wat hij vroeger al gegeten had. Je oma. Dat is moeke, hè. Dat is eigenlijk ook de meest logische vraag die je stelt. Kom ik juist terug van de klassieker. En iedereen maar roepen en tieren, maar kan ik honger, hè. Erg al gegeten, ja. Ik zal je maar vanken, zeker. Voor mij is dat het begin van een nieuw tijdperk voor Bonen. Nooit meer rust. Het was een hype, maar het was niet direct. Je zegt het was. Het was een hype, ja. Een hype is duurt, maar hoe lang duurt dat? Een jaar of twee? Dat is al lang, hè. Je moet dat beseffen, hè. Ik bedoel, ik ben ook maar een mens en ik ben even een hype geweest, maar waar houdt dat in? Ik had toen zo het gevoel van deze jongen die gaat de brug slaan met het oude wielrennen. Die gaat straks ook meedoen in Luik-Bastenaken-Luik. Ja, maar het enigste verschil is, ik zeg niet dat ik dat nooit niet zou kunnen of gekunnen had, het enige verschil is met het huidige wielrennen dat er specialisatie is. En vroeger was dat niet. Vroeger reden al die grote mannen rondom Vlaanderen en Roubaix en San Remo en Luik. En dat waren dezelfde 5, 6, 7, 8 coureurs, kopmannen. En al die andere mannen, dat waren helpers. Maar dat waren ook echt helpers in de zin van het woord. Die deden niks als helpen. En dat werd niet verwacht dat de finales werden gereden. Dat waren die 8 kopmannen die de finale reden. Maar nu heb je renners die specialiseren zich, die rijden Vlaanderen-Roubaix. En al die andere mannen zitten in het Baskenland bergop te rijden. En om dat verschil te overbruggen, dat gaat niet. Dat is onmogelijk. Dan mag je nog zijn wie dat je wilt. Dan mag je nog 100 keer de beste van de wereld zijn. Je maakt mij niet wijs dat je Roubaix kunt rijden en Luik-Bastenaken kunt rijden. Dat gaat niet. Rijden wel, maar winnen niet. Ronde van Vlaanderen 2006. Je bent wereldkampioen. De vloek, veeg hem onder tafel. Welke vloek? Op de wereldkampioenentrui. Nou, daarom. Ik denk dat dat zoveel vloek is dat je er zelf van maakt. En ik denk dat heel veel mannen wereldkampioen worden op het moment dat ze een topjaar of een topmoment in hun carrière meemaken. Dan het heel druk krijgen, dan nog niet gewend zijn. En ik was al wel wat gewend.
Ik denk dat mijn jaar als wereldkampioen ook een van mijn mooiste jaren geweest is. En je straalt zelfvertrouwen uit. Als op dat moment aan 1000 supporters gevraagd wordt, zet een JRC op papier, die gaan alle 1000 één ton bonen zetten. Dat was ook meestal zo. We zijn op de Valkenberg. Alle ogen zijn gericht op Tom Boonen, ook die van Peter van Petegem. Quickstep heeft daar een machtsvertoon gedaan. En wij zaten, ik, Osten, in dat wiel. Afwachten. Wat van Petegem niet weet, is dat zijn vrouw hem op deze helling staat aan te moedigen. En dan gaat Osten. En mijn vrouw staat er een halve keer te roepen. Onverwacht. En Boonen roept nog. Ja, ik had gezien dat zij eraf was. Maar die sprong nog wel wat beter natuurlijk zien. En... Had ik geweten, had ze beter een meter verder gesprongen. En Osten wilde naar dan de supporters. Hier gaat Osten. Hier komt de aanval van Osten. En dan weet Boonen, nu moet ik meegaan. En Paolo Bettini die moet heel even naar de juiste versnelling zoeken. Heeft hij een probleem of kan hij dat tempo gewoon niet volgen? En dan zie ik ook nog Cancellara opschuiven of heb ik het mis. Of is het van Petegem? Het is van Petegem. 3-4 jaar terug. Heng ik wel mee geweest. Explosief, hè? En dan weet je het. Als je u op kant moet zijn op de Valkenberg of op de Ten Bosse, dan weet je, oké, ik word een jaartje ouder. Hè. Nu begint Osten te pokeren. Nee, zegt hij. Niet met mij. Ja, we hadden tijd genoeg. Hè. Ik zeg, doe wat je wil, maar ik vertrek niet. Hè. Ik zeg, ik stop gewoon. Hè. Ik zeg, als je wilt, stoppen we. Ik rijd met de... Ja, maar zo zenuwachtig als dat een groot was. Maar ik weet ook, hoe lager ik die snelheid krijg, ik kan veel sneller accelereren dan die mannen. Dus hoe lager die snelheid ligt, hoe beter dat voor mij is. En dus ik heb heel bijna beginnen surplassen. Boonen trekt de tempo wat op met een schijnmanoeuvre. Als een volmaakt pistier. Die aankomst ligt ook heel snel. Dat is een heel verhaallijke arrivé. Want je denkt dat je er bent, maar dat is nog 300 meter en dat valt pad bergop. Wat betekent dit voor jou? De ronde 2 keer op rij en in de trui van wereldkampioen. Dat hebben alleen de echt grote gedaan. Ja, voilà. Ja, voilà. Ja, voilà. Maar pas op, als je gelijk Stijn ook 2 keer achter elkaar Vlaanderen kunt winnen, dat zegt al wel iets. Hè. Dat zijn geen toevalligheden meer. Hè. En om hem als wereldkampioen te winnen, moet hij eerst wereldkampioen worden. Hè. Dus dat is al wel, je kunt al iets zeggen. Hè. Toch moet een zelfzekere Boonen de zege van Parijs-Roubaix 2006 aan Fabian Cancellara laten. Maar die editie staat om een nog andere reden in ons geheugen gegrift. In volle finale glippen van Petegem, Hoste en Gusev tussen de slagbomen van een spoor overweg. Daarvoor word je normaal uit koers genomen en zij moeten stoppen. Maar jongens toch. Je weet dat dat niet strookt met het reglement. Nooit bij stilgestaan. Nooit. Zo, maar ja, na 7 uur wedstrijd Parijs-Roubaix, dan denk je niet... We hebben echt nog gereden voor de 2e en 3e plaats. Hè. Maar deze renners worden gedisqualificeerd. Ik was 3e
Ik was meest ontgoocheld dat de kleinste niet op het podium mocht komen. De kleinste. Uw zoontje. Ja. Heeft de sterkste gewonnen? Kanselaar was een van de topfavorieten. En, was heel goed bezig en hij demareerde een beetje onverwacht niet. Die jongen was een van de eerste keren aanwezig. Hij was even een supporter van Bonen. En ik klop Bonen. En hij was op podium. Pap, ik zei, ik mocht mee op podium. Maar er kwam geen podium. Ga je door het leven met een supporter van Bonen? Ja. Die jongen was drie, vier jaar. Die heeft mij niet zien winnen. Die heeft dat niet geweten. En Bono was toen, ja. Zoals ieder kind, ieder Belg was supporter van Bono. Ben je tevreden met datgene wat je bereikt hebt? Ik vergelijk mij met niemand. En als ik 18, 19, 20 jaar was en ze gingen mij dat voorleggen op een papiertje van ga drie keer een omloop Kuren, Aarlbeek, De Panne, twee keer ronde Parijs-Roubaix winnen, twee maal op podium WK, dan ging ik gezegd, dat kan niet. We rijden naar Melden, naar de Rotelenberg, want zo staat hij op de topografische kaart. De volksmond, de Koppenberg. Is de Koppenberg jouw testberg? Ik heb daar iedere keer als we Koppenberg opgereden, ben ik eerst boven gekomen. Maar waarom ook? Omdat de Koppenberg cruciaal is om er vooraan op te draaien. Het beste is dat top 5 of top 3, want je zit er, als je daar verder zit, word je toch gehinderd door andere renners. En je kunt daar niet rustig oprijden. Dus simpel is het. En hier is de Belgische kampioen, Stijn De Volder, die zich helemaal op kop gezet heeft op de Koppenberg. Mensen noemen jou wel eens Volderke of Briek. Wat doe je het liefst? Ik denk dat Briek het meest eervol is. Volderke is nog iets dat meegaat van in de tijd dat ik bij de jeugdcategorie. Dat ik echt iemand van de kleinste was van het peloton. En het stoort mij niet, maar ik vind toch, het is toch een verkleinhoed. Bonen, zoals hem dat zagen doen als wereldkampioen in 2006 met Stijn De Volder, die inderdaad over een goede dag lijkt te beschieten. Je bent Belgisch kampioen. Denk je dan geen moment van, ik ga hier als eerste boven komen? Ja, dat is vroeger wel een beetje altijd mijn drang geweest. Maar in zekere zin doe je jezelf daar een beetje mee dood, want dat kost enorm veel krachten. En dan zeggen ze ook dat je een domme coureur bent. Dus. Heeft je dat vaak gestoord, dat men zei dat je een domme coureur was? Nee, ik heb er vooral mee geleerd mezelf wat in te tonen op die momenten. En dat is er één van. Is dat een erezaak, daar als eerste boven komen? Nee, dat is een beetje het nuttige aan het aangename koppelen. Hè. Er zit eigenlijk niemand aan je wiel. De eerstvolgende renner volgt op anderhalve lengte, twee lengte. Wie? Stijn. Stijn De Volder rijdt dan nog in dienst van kopman Toon Bonen. De hiërarchie is duidelijk. Wist Bonen toen al dat jij uitstekend was? Ik denk het wel. Hebben jullie daar een afspraak gemaakt? Met Stijn een afspraak maken. Waarom zeg je met Stijn een afspraak maken? Stijn koers, hè. Stijn is kop vooruit en koersen, hè. En wat zei je dan? Op kop rijden. hij is vooral nerveus, zoals ik, denk ik. Zei je op kop rijden? Ja, dus. Ja. Maar jij bent wel absolute kopman, dus jij kunt wel dirigeren. En zeg je, rij je Stijn? Ja, maar op die momenten is het ook vooral een wijgen zelf. Ik kan me dan niet juist voor de geest halen wat er toen juist gebeurd is, zelfs niet. Ik denk dat er niet veel gebeurd is. We zijn weggereden, maar er was een aantal kruis mee. En toen is er eigenlijk niet echt doorgereden geweest. En het probleem is nu, Bonen mannetje mee vooraan met De Volder, maar niet echt vol durven doorrijden. Wat ervoor gaat zorgen dat er een pak renners terugkomen.
Maar we hebben wel ook een hele goede De Volder gezien. Ja, ja. Hier. Maar hij moet oppassen, het is nog ver. Hè. Ze gaan die mannen nog nodig hebben in de finale. Je springt wel op alles wat beweegt. Gilbert gaat. Je gaat mee. Freire gaat. Haaghoek. Je gaat erachteraan. Je raakt zelfs mee weg. Je bent voortdurend bedrijvig. Word je dan van achteruit door Bonen of Wilfried Peters gedirigeerd? Ja, op dat moment wel, ja. En wat zeggen die mannen dan? Ofwel rijden of niet rijden. En ik heb alles tot op de meter uitgevoerd, wat ze gezegd hadden tegen mij, tot op het moment dat ik alleen wegreed. En zou dat nu bij De Volder allemaal op commando zijn? Het zou kunnen, hè? Waarom niet? Ik zeg, op een bepaald moment in de uitzending, zou dat bij De Volder allemaal op commando zijn? Nee, dus. Nee. had ik het op commando gedaan, had ik waarschijnlijk nog nooit de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Je bent dan weg. Wat zegt het oortje dan? Want je bent alleen. Dan is het oortje niet meer belangrijk. Dan is alleen de aankomst nog belangrijk. Vanaf de Eikenmolen kies je voor jezelf? Vanaf dat moment is het eerste moment in koers eigenlijk dat ik echt aan mezelf ben beginnen denken. Heb je daar rekening mee gehouden dat Stijn op de Eikenmolen zou gaan? Dat jaar? Ja. Nee, niet echt. Wat dacht je toen hij ging? Ik wist dat het moeilijk ging worden, want de rest had te koekeloeren en ze durven niet goed rijden. Dan is er wat gedemareerd geweest. En ik zei, als ze hem over de muur geraakt, dan is het binnen. Dat wist ik. De mensen worden gek in Gerardsbergen. Hij vlamt door het centrum. Hij begint nu aan de klim naar de Veste. Stijn De Volder, geen tijd om matte taart te eten. En dan bengelt daar plots een oortje. Waar heb je je oortje uitgetrokken, Stijn? Ik heb het niet uitgetrokken. Het is van het zaas uitgevallen. Het nerveerde mij eigenlijk. Werden Bonen en misschien ook wel ploegleider Wilfried Peters een beetje ongerust dat jij het ging halen? Ja, hij was ook de kopman in de ploeg en het was de bedoeling dat hij ging winnen. En, ik denk dat ze zeker niet aan hadden gedacht dat ik daar ook de capaciteit had om te winnen. De Volder, heer en meester, dat gaat nog altijd uitstekend, maar dit is die lastige strook waar we al zoveel vetetten zagen kapot gaan. Hier gaat de tempo helemaal weg, maar dat is logisch. Ik denk dat het erin zit, maar daar komt nu wel Fletcher en die gaat rapper. Ja, die gaat rapper. Die gaan nog eens die Gidon van onder pakken. En daar komt Nijers. Daar komt Nick Nijers. Maar ook Bonen is daar. Hier is De Volder nu bovenop de kapelmuur. Nog een goede 15 kilometer, Stijn De Volder, dan ben je helemaal thuis. En Bonen als modelploegmaat. Jij moet dan als absolute kopman in de ploeg de boel wel gaan lamleggen. Stoort je dat? Nee, ik kom bijna altijd van het principe. Ik heb al heel veel gekregen in mijn leven. Ik heb al heel veel steun gehad van mensen. Daar wordt dan geen vraag over gesteld. Dat is normaal dat die dat voor u doen. Maar als je dan eens iets moet terugdoen, dan moet je na de aankomst eigenlijk wij gaan verantwoorden. Van, ja, maar waarom doe je dat? Hè? Terwijl het eigenlijk normaal is dat al de rest doet dat altijd voor u. En ik heb er echt geen moeite mee om mijn eigen weg te cijferen voor iemand anders. Hè. Maar dat is nog de erfenis van het wielrennen à l'ancienne, zoals het vroeger. Je bent kopman en dus word je geholpen en niet andersom. Ja, maar dan komt het terug op het feit van dat het vroeger dus inderdaad anders was dan nu. Hè. En hij vraagt assistentie. Wat is er aan de hand? Renaat. Ja, hij vraagt steun, hij vraagt informatie, hij vraagt info over de voorsprong. De Volder vraagt aan elke montaar die het maar kan weten wat zijn voorsprong is. Vermoedelijk zonder communicatie. Ja, dat was vooral omdat ik zelf nooit achter mij heb gekeken en omdat ik totaal niet wist wat er achter mij gebeurde. Ook omdat ik geen oortje meer in had. Dan was de oplossing simpel. Steek het er terug in. Dit zat onder mijn trui en is alleen maar tijd verliezen. Hij lijkt een beetje stil te vallen, maar hij zit hier op het lastigste gedeelte van de Bosberg. En Langeveld die hangt op een meter of 70, schat ik. Langeveld komt akelig dicht. En nu kan zijn tijdrit beginnen. 12 kilometer, de tijdrit van zijn leven. Stijn De Volder heeft slechts 16 seconden voorsprong. Langeveld wordt gegrepen door de andere achtervolgers en dan demareert Fletcher. Hij gaat alleen op zoek naar De Volder.
En we zien 9,5 seconden een hap. Ja, zoiets. 8, 9, meer is het niet onder het spandoek van de 4 kilometer. Seconde per seconde, Piet stijgt eraf, Fletcher. En de Volder, ja, die is hier een klein beetje aan het sterven. Het gaat hier nu lichtjes bergop, de wind nog altijd vol in het nadeel. Nuis is op komst, Nuis is op komst. Nuis gaat Fletcher bij de lurven grijpen. Als je er hier zo tussen hangt, dan lijkt het gewonnen spel voor Stijn de Volder. Maar één moment van verzwakking kan voldoende zijn om de ronde te verliezen. Hij vraagt om steun, hij vraagt om informatie. Hoe zit het met die voorsprong? Hij kijkt dus naar onze motard, Jos de Wit. En Jos zei, geef mij gerust, zomaar. Hij zei, het is binnen. en dat wist ik genoeg. Weet je dan... Ik moet dit moment plukken, ik moet het hier ten volle beleven. Ja. Ja, dat is zo. Dat is echt puur genieten. Ik denk dat winnen in een sprint nooit zo mooi kan zijn dan alleen te komen. Je wist dat je ging winnen, hè? Vooraf. Je vrouw Tamara had het voorspeld. Ik had als nieuwjaarsgeschenk van Tamara een... Ik heb champagne gekregen met de datum op van de Ronde van Vlaanderen. Maar ik had al een paar keer gedacht, als ik niet win en ik zie die fles terug, dan gaat dat pijn doen. Dus ik moest winnen. En we hebben ze de avond zelf gekraakt en ze heeft gesmaakt. Daar stond op, 6 april 2008. Ja, die fles ga ik ook de rest van mijn leven bewaren, denk ik. Ja, wat een vreedkoersje. Het was een overlevingskoers en dat zat er door de weersomstandigheden een beetje aan te komen. Maar dat ze het zo zouden spelen, nee, dat had niemand vooraf op die manier kunnen uittekenen. Wie zo'n script verzint, denkt dat hij naar de naam Hitchcock luistert. Hoe voel je je na de overwinning van de Volder? Ik heb er heel weinig problemen mee. Ik was blij dat na de Ronde van Vlaanderen dat Stijn gewonnen had. Ik was heel content over mijn vormpeil. Ik had geen vraagtekens meer. Dus ik wist, oké, ja, winst en verlies ligt dicht bij elkaar. Daarom ook dat ik zeker was, ik ben toen ook na de aankomst heb ik gezegd van volgende week schrijf maar op, het zal kut bij zijn. Hè. Ik wist dat ik heel goed was. Stijntje komt met Bonen aan zijn wiel. De Belgen pakken het land van Belzebub in met de Volder helemaal vooraan. Bonen ook in de top 3, maar ze blijven allemaal goed aan elkaars wiel klitten. Tom Boonen stuurt Stijn de Volder op 42 kilometer van de streep alleen vooruit. Ben je niet een beetje te nederig dat je dan als winnaar van de Ronde van Vlaanderen eigenlijk a priori al zegt van ik ga me vandaag ondergeschikt maken? Als ik het achteraf bekijk, was het misschien wel een beetje wel, ja. Heb je daar dan spijt van? Had ik de ronde niet gewonnen de week ervoor, had ik nu wel met een soort ontgoocheling gezeten. Of had ik misschien zelfs al Parijs-Roubaix gewonnen? Bonen die gaat door. En de Volder gaat nu Hos de mond doodmaken. Bonen verstandig. Eten en drinken. Zo diep. Zag je de vinger van Peters? Zit goed, man. Bonen is samen met Cancellara en Ballan onderweg naar Roubaix. Maar niemand heeft nog de kracht om weg te springen. En toen heb ik gewoon gezegd, kijk, alles op de sprint. Je moet niet gaan gokken op 2 paarden. Je moet niet gaan en proberen aan te vallen en counteren en... Dus ik zeg, ik ga mijn eigen kalm houden en we sprinten ervoor. Hè. Kopman Tom Boonen maakt zijn favoriete rol waar. Naast Stijn de Volder bezorgde hij Quickstep dat seizoen een tweede grote klassieker. Er staat geen maat op. Tom Boonen wint voor de tweede keer Parijs-Roubaix en is verlost van alle ellende. Maar ik denk dat ellende, dat je dat vooral... Je mocht ellende niet proberen op de kust met de fiets. Fietsen, dat is één zaak en al de rest, dat is iets anders. En ik heb nooit niet gereden om iets goed te maken of om een punt te bewijzen. Of helemaal niet. Ik fiets al zoveel jaar voor hetzelfde en dat is om die koersen te winnen. En voor de rest, dat kan mij gestolen worden. In de ronde van 2009 is Quickstep ervan overtuigd dat zij als ploeg de hoofdrol zal opeisen.
Voel jij je goed in het ploegenspel met een paar kopmannen en Stijn de Volder in een vrije rol? Voor mij maakt het niet echt uit. Als de wedstrijd is, dat ik wel winnen en dat ik wel goed zijn, maakt het niet uit. Als ik een kopman in de ploeg heb die boven mij staat, dan ben ik automatisch zo gemotiveerd om de wedstrijd te winnen. Wat vind je van je concurrenten? Wie zijn je concurrenten? Vooral Tom Bonen, alhoewel dat hij ploegmaat is. Nou, maar zo zie ik dat niet. Als ik vraag wie zijn jouw grote concurrenten, dan noemt hij jou als eerst. Maar dat is persoonlijk, hè. Ik zie dat zo niet. Met wie heb ik allemaal in de ploeg gezeten? Dan had ik echt veel concurrenten gehad ooit. Hè. Filippo Pozzato bijvoorbeeld. Hij verliet Quickstep in 2006 en gaat vandaag een open strijd aan met zijn ex-kopman. De twee, de grote topfavorieten, de vijf sterrenmannen, zij aan zij. Schouder tegen schouder, kijk eens aan. Dat was niet om elkaar pijn te doen. Voor een stuk misschien wel, maar vooral om de koers hard te maken. Dat is een heel goede kameraad van mij, dat is nog altijd een goede kameraad. En kijk, op een bepaald moment maakte hij een keuze om bij mij te blijven. Er waren misschien momenten waarop ik er niet volledig mee akkoord was, wat een beter kunnen rijden had. Maar hij zei ook van, ja, ik voelde mijn eigen niet goed genoeg. Pozzato laat Bonen niet los. Volgt hij overal als zijn schaduw. Zit jij dan al te glimlachen? Ja. Iedereen heeft altijd gepraat van het moment dat Pozzato Tom niet losliet. Maar hij liet ook mij niet los. En dat is ook koers. En, de favorieten laten automatisch de medefavorieten niet rijden. Je beschouwt jezelf nu als favoriet. Je zegt het nu zelf. Ik weet dat de Pozzato voor de wedstrijd zei. Ik ben benieuwd hoe Tom zal reageren als de Volder gaat. Dus dat wil zeggen dat hij mij in het oog had. Bij het oprijden van de Eikenmolen hebben Quinciato en Chavanel 37 seconden op een achtervolgend peloton. Quickstep heeft dus een mannetje vooraan. Versnelling Stijn de Volder. En de reactie komt van Ivanov. De Volder gaat op de Eikenmolen. Oei, daar gaan we weer. Dat was het enigste moment, omdat ik zat al heel een tijd erachter terug even te stoppen. Met Chavanel vooraan. En dat was eigenlijk niet de bedoeling, of niet het moment om daar nog een achter te rijden. Maar ik maakte zoveel risico's. Ivanov, je strandt er op een meter. Stel, je pakte Ivanov mee en kreeg het daar op een appel. Hè. Heeft Pozzato jou achteraf gezegd hoe Tom reageerde toen je ging? Ik heb erover gesproken met Pozzato. Heb je hem teruggeroepen, zoals Pozzato beweert? Pozzato heeft dat niet gezegd. De Italiaanse pers heeft dat gezegd. De Volder zegt ook dat hij dat van Pozzato gehoord heeft. Ja. Persoonlijk. Hij heeft persoonlijk naar mij gebeld, nogthans, om te zeggen dat hij dat niet gezegd had. En wat zei hij dan? Hij beweerde dat Tom had geroepen op het moment dat ik ging, maar ik heb er zelf niks van gemerkt. Was er weer wat mis met je oortje? Hij had niet in het oortje geroepen, hij had gewoon... Je hebt het niet gehoord? Nee. Ik heb nu niet teruggeroepen, je zit met 50 man daar. Dat wil hij dan, één man heeft dat gehoord en die andere 49 niet. Maar is het niet frustrerend dat de Volder daar dan wel de vrijgeleide krijgt? En dat jij weet, als ik het daar doe op de Eikenmolen, wat ook gekund had, dat jij gegarandeerd iemand meekrijgt? Ja, maar de enige fout die dat Stijn daar maakt, of die ik vind dat niet juist was, had niet moeten gaan. We hadden iemand vooraan die dat de beste was van die drie. Ik zit met Chavanel vooraan. Maar moet ik dan nog risico gaan pakken om daar toch zelf wel naartoe te rijden? Karakter, de Volder. Kijk naar het masker op zijn gezicht en grimassen achter de oren. Volder van Hekken bijna samen. Preben van Hekken hangt tussen de koplopers en het peloton. Hij kan aanpikken. De Volder die is nu echt onder stoom gekomen. En nu moeten de mannen van Quickstep doorrijden. Ik denk dat het wel de bedoeling was, oorspronkelijk bij Quickstep. Bonen moet de Ronde van Vlaanderen winnen. Maar we gaan niet het risico lopen om Pozzato in een zetel mee te pakken. De Volder met een demarrage. De Volder op de macht, op de muur. Dit is het meest ellendige stuk. Hier ga je helemaal kapot. Dat moet je overwinnen. Kijk, Quinciato helemaal patineren van links naar rechts. De Volder is weg, de Volder is weg. En pak hem dan nog maar eens terug, hè. En dan zien we hier Gilbert, Bonen, Pozzato. Dat is op een seconde of 35, zeker. Was je nu wel goed op de hoogte van de tijdsverschillen?
Ja, het was redelijk comfortabel. Dus, er is veel beter naast mij gekomen op de Bosberg met bericht dat ik 3/4 minuut had. En ik wist voor mezelf dat dat meer als voldoende was. Wint de Volder omdat hij bij jou in de ploeg zit? Hij hoort dat niet graag, hè, dus nee. Hè. Maar je denkt het anders? Ja, kijk toch, heb je de koers ook gezien of niet? Voel jij je op je waarde geklopt? Nee, ik heb niet gekoerst. Ik kom aan en ik heb niet gekoerst. Ik heb wat gespeeld op de bergjes en tussenin na de finale moest ik afstoppen. Dus dan moet je niet tevreden zijn. Hè. Maar je hebt geen keuze. Hè. Dus iemand kan de deur op slot doen voor u. Hè. Zo simpel is het. Simpel is het. Na formidabel ploegwerk, en ik denk dat hij nu al aan dankwoordjes toe is, maar heeft het vooral zelf afgedwongen. Stijn de Volder heeft deze Ronde van Vlaanderen volledig naar zijn hand gezet. Stijn, jongen, 2 op een rij. Je bent een grote meneer. Ik denk dat het palmarès dat ik nu voor het moment heb, dat ik er wel rijp voor ben om zelf de absolute kopman te zijn. Ja. En voordien was het wel terecht dat Tom boven mij staat. Naast je erelijst voel je dat ook in je hoofd, dat je er rijp voor bent. Ik kan kopman zijn en dat is in zekere zin wel een beetje een droom om met veel van mijn vrienden in het peloton samen in een ploeg te vormen. Ja. En ik heb hen dat ook al een paar keer gezegd aan sommigen daarvan. Leif Hoste en wie nog? Leif Hoste zijn er veel. Johnny Meersman, een beetje mijn vaste vriend in peloton. De West-Vlamingen? Vooral West-Vlamingen, ja. Heb je het daar met Dirk de Mol en Johan Brunel over gehad? Vooral met Dirk al een paar keer, ja. Dus het concept is al nagenoeg klaar? Er is over nagedacht, maar het is niet simpel. Iedereen moet op het juiste moment vrij zijn. En er moet ook een ploeg zijn die de capaciteiten ervoor heeft. Patrick Lefever is ook een streekgenoot. Ja. Wie zegt dat het niet bij Patrick zal zijn? In Parijs-Roubaix van dat jaar stormt Tom Boonen op kop van het peloton het bos van de Valers in. En al snel wordt duidelijk waarom het beter is hier vooraan te zitten. Wat gebeurt er in Valers? Een valpartij, zoals ieder jaar. Het verschil dat ik er dit jaar bij lag en met een kapotte fiets ook. Ik heb dan nog het gat toegereden naar de koproep, wat dat heel veel krachten heeft gekost. En dan nog een keer moeten veranderen van fiets en dan was het over. Er stond een tandwiel in je scheenbeen. Dat staat er nog altijd in. Is dat voor de eeuwigheid? Ik denk dat dat vereeuwigd staat in mijn been, ja, die Parijs-Roubaix. Ondertussen neemt Tom Boonen de wedstrijd helemaal in handen. Als een bezetene plaatst hij demarrage na demarrage. Je bent 5-6 keer gegaan. Ik had geen keuze. Waarom had je geen keuze? Ik moest zo snel mogelijk met enkelingen zitten. En daarom dat ik zo aan het koersen was, dat was niet voor te laten zien van kijk eens wat ik kan. Ik moest die koproep uittunnen, ik moest enkelingen mee hebben, geen duo's. Nieuwe versnelling van Boonen, nieuwe versnelling van Tom Boonen. Dit is nummer 5. En Pozzato komt met een heel licht tredje. Boonen op de macht als een kat. En Pozzato als een stilist daar naartoe. Dan Fletcher en dan weer Husshoff. Dat is de top 4, kijk. Voilà. En dan Hoste met Van Summeren. Hier Husshoff. Wow. En een val. Fletcher valt op 16 kilometer. Hoste gaat erbij liggen. En Van Summeren maakt een spectaculaire kopstaartbeweging. Iets van gezien? Ik zat in een koers. Pozzato er net omheen, maar wel een bres. Oh, Husshoff weer. En Husshoff weer tegen de kant. Toch maar jongens. En Husshoff er alleen. Je dwingt hem in de fout. Ja, je moet zo snel rijden dat de rest fouten maakt. Hè. En dat is niet alleen om die te laten vallen. Hè. Maar iedere bocht dat hij fout pakt, verliest hij 2-3 meter. Hè. Als hij zo snel door een bocht gaat en hij mist die een bocht en hij valt niet, is hij nog 5 meter achter. En dan volgt een ijzingwekkend duel tussen Boonen en schaduw Pozzato. Aan de kant, zegt hij. Het is een verschrikking. Maar er is veel te veel volk. Het is een verschrikking. Die motor moet daar weg. Daar heb je Pozzato. Oh, la 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 la. Die is rapper. Je hebt
het voordeel van de voorsprong. Je kunt even temporiseren en 2 seconden laten terugpakken en die tijd pakken dat je gerecupereerd hebt om terug weg te rijden. En dat is psychologisch zo zwaar dat je dat 3 keer doet, dat die toch kraken. Hè? Want het is de kunst van dan met te spelen met je voorsprong en dan niet gelijk een mafketel alles beginnen te geven, 3 kilometer in stil te vallen. Je moet echt die voorsprong gebruiken om meer voorsprong te kunnen pakken. Om de ander eigenlijk zijn bord leeg te eten. Ah, dit gaat deugd doen. Het mentale front bij Pozzato is afgebrokkeld. Zo'n topklassieker winnen, dat doe je niet alleen met het lijf, dat doe je ook met de kop. En dan rechts op draaien. Een ovatie. Onverwoestbaar, onwrikbaar, mentaal oersterk. Daar is niks tussen te krijgen, tussen die oren. Het was heel speciaal, want ja, echt, ik was volledig stuk gereden. Dat was ook een duel zoals dat je er niet veel tegenkomt. In uw carrière zelfs niet. En ja, dat was echt een heel speciaal moment. Is het misplaatst om daar het woord revanche op te plakken? Ik vind dat tegenstanders wel. Op journalisten, op jezelf? Nee. Ik heb nog nooit in mijn leven met revanchegevoelens gekoerst. Ik denk ook dat dat niet gaat. Ik denk mannen dat zeggen dat die liegen, dat die over de eigen zelf liegen, denk ik. Revanche is denk ik de slechtste motivatie die je kunt hebben, denk ik. Maar dat is ook persoonlijk voor iedereen. Hè. Ik kan alleen maar zeggen wat aan mij drijft en dat is zeker geen revanche. En dan neemt Tom eindelijk die 2 minuten voor zichzelf waarvan hij al zo lang droomt. Ik heb gewoon even iedereen van mij afgedaan. Ik zeg, geef me even ruimte, want Patrick stond er en Dirk. Ik zeg, om even doen. En dan heb ik ook echt die tijd om even zo... En dan begint die film aan te lopen, van de hele dag. Dat komt alles in één keer samen. Hè. Gouden moment. Koesteren. Drie keer Parijs-Roubaix. Nog 1 keer en je hebt Roger de Vlaming te pakken. Is dat een uitdaging? 4 keer Roubaix is sowieso een uitdaging. Hè. Dat is niet per se omdat Roger dat gedaan heeft, maar 4 keer Roubaix en dat is toch... dat is bijna uniek, hè. Dat moet jouw koers worden dan? Het was voor een stukje al mijn koers, maar ik denk dat Roger altijd wel Mr. Paris-Roubaix zal blijven. En ik heb ook al veel andere koersen gewonnen dan alleen maar Parijs-Roubaix. Maar ik zou graag natuurlijk nog een paar jaar meedoen om te kunnen winnen. Dat is het belangrijkste.